Er ligt nogal wat druk op de schouders van het Nederlands team. Een wereldkampioen is immers aan zijn stand verplicht ook Europees kampioen te worden. Tuurlijk, dat is ons doel. En niets minder. Ik bedoel, hier ben je binnen in je eigen huis. 100 jaar bestaan van KNVB. Het is gewoon een fantastisch jaar om Europees kampioen te worden. En wij zijn goed genoeg om dat te doen. Maar we moeten nog, de praktijk moet gewoon nog doen. Maar op papier zijn we heel sterk. Maar papier wint geen toernooien. Klopt, we zijn de favorieten. Dus het gaat al de afgelopen jaren zijn we al elk jaar voor het EK dan favoriet. En ja, de laatste keer heeft Italië gewonnen. Dus we hebben wat recht te zetten. Ik heb persoonlijk nog nooit een Europese titel gewonnen. En ik zou graag alles willen winnen wat ik nog nooit gewonnen heb. Dus we beginnen met de Europese titel. Het is onze taak eigenlijk. Als wereldkampioen moet je ook Europese kampioen worden. Dus iedereen weet het en iedereen gaat er ook voor. Het Nederlands team presteerde dus vorig jaar in oktober in Panama wat niemand voor mogelijk hield. Na een sterke serie werd Cuba in de finale verslagen. Maar de vraag is wat je aan een wereldtitel hebt als er een Europees kampioenschap voor de deur staat. De herinneringen van het WK, de ervaringen, die moet je niet loslaten. Maar zeker het feit dat dat toernooi heeft niets te maken met deze toernooi, dat moet je wel loslaten. En het feit dat je in het toernooi in het WK was je gewoon waarschijnlijk de underdog. En nu ben je favoriet. Dus ja, dat is een andere rol. En daar moet je mee omgaan. De herinneringen blijven. Sowieso. Die vergeet ik niet. Maar op het veld dan is het weg. Ja, die roze wolk is al lang voorbij. Hoor. Want we hebben al, ik weet niet hoeveel trainingen weer gehad. Het gaat gewoon weer door. Dus ja, we zijn wel wereldkampioen geworden. Maar dat is weer voorbij. Pitcher Rob Kordemans was de grote man tijdens de gewonnen WK-finale. Maar de Dordtenaar blijft er nuchter onder. Nee, het heeft mijn leven niet veranderd. Deels wel. Het heeft wel niet veranderd, maar het is wel iets wat ik in mijn leven had willen bereiken. Nee, niet echt. Ja, in het begin natuurlijk heel veel publiciteit en heel veel festiviteiten. Maar daarna, ja, ik ben een vrij nuchtere jongen, dus was weer redelijk snel op aarde. Dus, De kracht van de teams zal veel afhangen van het aantal spelers dat overkomt uit de diverse Amerikaanse profcompetities. En we zullen tussen de 7 en 9 profs hebben, ongeveer. Maar er is nog steeds een paar playoff situaties die ontwikkelen op dit moment. En we moeten afwachten. Dus het zou minimaal 7 zijn en waarschijnlijk maximaal 9 zijn. Come on guys, keep going. Come on, suck it up. Het WK in Panama was schitterend, maar een EK in eigen land is ook niet mis. Voor mij nog mooier. Vooral in Rotterdam, mijn stadje. Dus ik kan niet wachten.